Overerfbare armoede. Dat is een van de verhalen van Enschede. Sociale problematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Er is een relatie tussen het hebben van een laag inkomen en opleidingskansen. De gemeenteraad van Enschede wil die verschillen eigenlijk te lijf. En maakt daarvoor nu 3 miljoen euro per jaar vrij. Wethouder Harmian, verder, die mag dat geld gaan uitgeven. Maar de vraag is: hoe doe je dat? En hij is bij ons. Harmian, welkom. Ja, dankjewel. Uh, mag ik toetwaaieren? Ja, alsjeblieft zeg. Oh ja, 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 nou ja dan ga ik dat uh, ook doen bij deze. Ja, uh, uh, overigens, je bent, bent er iets meer dan 100 dagen nu wethouder ja. van Enschede? Vier maanden, ja. ja. Hoe bevalt dat? Het is hartstikke leuk. Ja? Ja. Weet je, het is zo mooi dat je uh, elke dag mag proberen de stad een beetje beter te maken. Want daar komt het natuurlijk toch op neer. En uh, ja, daar geniet ik heel erg van. In dit geval uh, gaat het over, uh, leg hem rustig neer, gaat het over uh, kansengelijkheid. Uh, een uh, veel gebruikt woord uh, in, de, in, de, in de huidige politiek. Uh, maar wat is het eigenlijk precies? Ja, het is een beetje een modewoord. Hè? En ik snap inderdaad wel dat, dat uh, soms mensen ook denken van nou, uh, wat is dat nou? Ja. Maar uh, bottom line is gewoon dat we hier in Enschede horen bij de drie steden uh, waar mindere, kinderen de minste kansen hebben. En... Uh, dat is onderzocht, uh, dat gaat onder andere over uh, zeg maar wat mensen hier verdienen, He, zo wordt dat dan gemeten. Maar er is ook naar, in dat onderzoek gekeken naar hoe gaat het met uh, kinderen die opgroeien in een arm gezin 30 jaar later. En dan is Enschede een van de steden waar kinderen uh, ja, moeilijk uit de armoede komen. Uh, nou, daar is inkomensbeleid voor en allemaal dat soort dingen om dat op te lossen. Maar we geloven er ook in als uh, stad dat we wat moeten doen aan de kansen die kinderen in het onderwijs hebben. Uh, of bijvoorbeeld op goede jeugdhulp. En daarom gaan we daar ook uh, ja, extra geld voor uittrekken. Ja, je, kinderen echt helpen. Als je van, van verder komt, heb je meer hulp nodig... om uiteindelijk op eenzelfde plek te komen. Of ja. in ieder geval de kans te hebben om op dezelfde plek te komen... als iemand anders die van minder ver moet komen. Ja, kijk, ik kan niet van achter een bureautje in het stadhuis zorgen... dat elk kind goed terecht komt. Hè? Dat is ook helemaal niet het werk van de overheid. Maar wat je wel kan doen, is zorgen dat elk kind de kans heeft... Om zijn gaven en talenten tot bloei te brengen. En dat is wat we willen. Hoe, hoe, hoe ziet eigenlijk die relatie eruit tussen uh, opgroeien in een uh, gezin met een laag inkomen en, uh, en mindere kansen? Uh, uh, uh. Ja, dat is heel erg uitgebreid onderzocht. Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet precies hoe dat zit. Want uh, daar hebben we slimme koppen voor die dat onderzocht hebben. Maar ja. er blijkt dus echt een relatie te zijn tussen de plek waar je uh, opgroeit. En de kansen die je hebt om bijvoorbeeld uh, nou ja, een universitaire studie af te ronden of in het MBO heel succesvol te zijn in je vak. Uh, kijk, het gaat er niet om dat iedereen uh, de universiteit moet doen, hè, voor de duidelijkheid. Het gaat erom dat je uh, de gaven en talenten die jij in je hebt, en als dat uh, nou ja, bijvoorbeeld houtbewerking is, fantastisch, die mensen hebben we knetterhard nodig. Uh, maar dan moet je wel in staat worden gesteld om die studie goed te volgen, uh, met goed gevolg af te ronden. En als je arm bent, dan uh, blijkt gewoon... Dat er een heleboel omstandigheden zijn waardoor jij meer belemmerd wordt in uh, het bedrijven van je doelen uh, dan kinderen die in een fijn gezin uh, op, uh, opgroeien dat, uh, dat heel veel geld heeft. Ja. En als je in een arm gezin opgroeit wat uh, heel fijn is, dan heb je ook al meer kansen dan wanneer er bijvoorbeeld een echtscheiding aan de hand is of uh, meer ellende is uh, ook in je omgeving. Nou, ja, dat zijn allemaal factoren en uh, het heeft niet zoveel zin om daar heel uh, specifiek uh, op in te zoomen. Het gaat er uiteindelijk om dat we op scholen zorgen dat... Elk kind dat in zo'n situatie zit, een extra zetje krijgt. En helaas is het zo in Enschede. Dat die dat, kinderen er veel zijn. Ja, en dat die kinderen ook op bepaalde scholen zitten. Dus we weten eigenlijk heel goed waar we moeten zijn. Ja. Uh, nou, dat is dan weer goed, denk ik toch juist. Want het is ook, je moet die mensen wel in kaart hebben, wil je ze goed kunnen helpen. Ja en nee. Uh, kijk, ik zou het wel uh, ook wat waard vinden als scholen in Enschede ook een beetje divers blijven. Uh, maar het is wel mooi dat wij redelijk uh, goed via de cijfers in beeld hebben... op welke scholen er een hoop aan de hand is uh, met kinderen... En daar kunnen we dus ook heel gericht iets aan doen. Bijvoorbeeld extra uren aan de schoolwijkcoaches geven wat we nu gaan doen. Ja. Zodat die beter uh, hulp in het gezin kunnen brengen als dat nodig is. Uh, maar ook uh, na schoolse programma's op die plekken juist. Dat, en dat zijn allemaal uh, maatregelen die je kunt nemen met, met dat geld wat er nu dan is vrijgespeeld. Ja. Plot. Even, um, uh, vorige maand geloof ik al, is er, is er een plan voor kansengelijkheid door de gemeenteraad uh, aangenomen. Ja. Eigenlijk uh, vrij geruisloos, zoals wij zeggen, een, een hamerstuk. Ja. Er is niet veel over gesoebat zeg maar. Ja, uh, dat betekent, lijkt althans, dat er vrij veel eensgezindheid is. Of is het zo'n algemeen plan dat eigenlijk iedereen uh, wel uit voeten kan uh, zonder nee, gevaar te dat lopen? Dat is soms ook zo, als het heel ja. geruisloos gaat, dat het, dat het vooral uh, een beetje vaag papier is. Maar dit is best wel een concreet plan voor tien jaar. Dus we hebben ook met z'n allen gezegd. Uh, hier moeten we tien jaar aan gaan werken. Dit is niet iets wat we alleen in deze collegeperiode gaan doen. En er is gewoon heel hard gewerkt aan draagvlak. Ook al door mijn voorganger, hè, want je zei al, ik ben vier maanden bezig. Uh, maar er wordt er veel langer aan gewerkt. En niet alleen door de wethouder, maar ook door de raad zelf. Die hebben uh, uh, speciale rapporteurs aangesteld. Die gingen werken ook aan draagvlak en ideeën rondom kansengelijkheid. Dus dit is echt een project waar eigenlijk de hele politiek in Enschede van heeft gezegd. Dit moeten we tot een succes maken. Ja. En dat is er zo gaaf aan. En daar staat ook uh, vrij concreet in wat dan maatregelen zijn. Waar bijvoorbeeld geld naartoe gaat. Ja, tot op zekere hoogte wel. Uh, het is wel zo dat we nog uh, zeg maar uitvoeringsplannen moeten gaan maken daarbij. En daarvan, daarmee gaan we echt uh, precies zeggen van deze ton gaat naar dat project. En deze ton gaat naar dat project. Ja. En omdat het tien jaar duurt. Uh, gaan we ook steeds uh, in de gaten houden of het wel echt effect heeft. Want we hebben gezegd. Goede bedoelingen zijn op dit onderwerp niet genoeg. Als het zo slecht gaat met zoveel kinderen in Enschede. dan kunnen we niet volstaan met een plan. en we gaan het maar uitvoeren. en dan zien we over tien jaar of het effect heeft. we gaan het ook tussentijds goed in de gaten ja. houden. bijsturen waar nodig. Maar ik heb wel een uh, redelijk beeld van uh, waar we het aan, uh, aan gaan uitgeven. Ja. Nou ja, misschien is dat uh, goed om gewoon eens heel concreet proberen te maken. Want je, ja. uh, je noemde al iets over uh, de, uh, de coaches die uh, op, op bepaalde scholen wat meer worden ingezet. Um, uh, nou ja, het is 3 miljoen euro uh, per jaar. Dat is best een zak geld. Ja, het is ook uh, zo op hoor. Ja, is dat zo? Ja, 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 ja dat ja. valt mij altijd tegen hoeveel geld dingen kosten. Maar inderdaad, we proberen dat heel zuinig en goed uit te geven, zodat we zoveel mogelijk effect hebben. Ja. Waar gaat er nog meer naartoe? Nou, bijvoorbeeld de Biep op School is een van de onderwerpen die we hebben benoemd in dat plan wat we hebben gemaakt. Van, we zouden het echt mooi vinden als nog meer dan nu, want er zijn al veel bibliotheken op school, de bibliotheek op school gewoon beschikbaar is. Zodat kinderen makkelijker toegang hebben tot boeken. Dus kijk, ik ga met mijn kinderen regelmatig naar de bibliotheek. Uh -huh. Maar er zijn natuurlijk ook gezinnen. Uh, waarin dat minder vanzelfsprekend is. En dan is het mooi als school daar ook een rol in kan spelen. Maar streken. een school gaat toch standaard met kinderen naar de bibliotheek om een boek te Zeker. lenen? Maar uh, als je de bibliotheek op school hebt, kun je iedere week bijvoorbeeld een boek meegeven aan de kinderen. In je school? In je school, ja, daar gaat het echt ja. over. Dus dat je, uh, ik, je weet, ik ben zelf uh, directeur geweest van uh, basisscholen voordat ik uh, uh, wethouder werd. En wij hadden op een gegeven moment ook de bibliotheek op school binnen. Nou, daar was ik razend blij mee. Want die kinderen die stonden gewoon ja, alsof het een snoepwinkel was in die ja. boekenkasten te duiken. Want er stonden allemaal actueel aanbod van jeugdliteratuur. En, en Dat gaan die, we die kinderen geweldig. Gaan we die bibliotheken dan in specifieke scholen uh, zien? Uh, bijvoorbeeld waar ook die problematiek het meest, waar, waar de meeste van die kinderen zitten die nou ja, gewoon wat meer. Uh, ja. ja, daar beginnen we echt. Hè. Dus uh, we gaan ons echt heel erg gericht gaan inzetten op die scholen waar het, waar het het meest nodig is. Uiteindelijk is op dit specifieke onder, onderwerp ons doel om alle scholen uiteindelijk te bedienen. Maar waarschijnlijk lukt dat niet helemaal met dit geld. Dat ja. moeten we nog een beetje verder onderzoeken. Uh, maar we gaan stap voor stap daar wel aan werken. Maar uh, andere onderwerpen, bijvoorbeeld die extra uren voor die schoolwijkcoach. Die kan zorgen dat er extra hulp komt in gezinnen. Dat gaan we heel specifiek op een aantal scholen doen waar dat echt nodig is. Dus daar hebben we vijftien plekken voor uitgekozen. Waar dat echt moet. Dat gaan we nog wel proberen uit te breiden. Maar uh, uh, we beginnen echt ja. bij de basis dan. Ja. Straks zijn en, uh, er die denken, ik moet mijn kind op die school hebben. Want daar is uh, meer, wat meer bibliotheek in de school bijvoorbeeld. Nou kijk, per saldo uh, dat gericht investeren in gelijke kansen werkt eigenlijk zo. Dat je op de plekken investeert waar kinderen nu minder kansen hebben. Mm -hmm. En door dat te doen, hebben uiteindelijk alle kinderen in NSG ja. dezelfde kansen. Ja, dat ja, is de gedachte. Dus... Je, je maakt gewoon, uh, je trekt het... Ja. Uh, in evenwicht. Er wordt wel eens een plaatje gebruikt van uh, uh, drie poppetjes. Eentje wat langer, en eentje wat uh, minder lang, en eentje heel kort. En daar worden dan krukjes onder gezet, zodat ze allemaal op dezelfde hoogte staan. Nou, dat is eigenlijk de essentie van het kansengelijkheidsbeleid. Ja. Dat we op die plekken zijn waar kinderen zo'n krukje nodig hebben. Overigens betekent dat niet gelijke kansen is gelijke uitkomsten, hè, per se. Nee, maar dat vind ik ook. Dan zou ik ook heel bang worden van de overheid. Dan worden we een soort dictatuur waarbij we gaan bepalen hoe het leven van mensen moet lopen. Daar kunnen we niet aan beginnen. Maar wat we wel kunnen doen is zorgen dat er krukjes staan. Want als, uh, als de overheid daar al niet aan begint... Ja, dan laat je kinderen echt aan hun lot over. Ja. Uh, een van de dingen die ook uh, deze week overigens is aangekondigd... is een, een familiehuis in Enschede-West. Ja. Is dat ook een onderdeel van dit? Want daar wordt ook het kansengelijkheid van genoemd. Ja. Wat, wat is dat? Uh, ja, dat zit er ook in inderdaad. Uh, ik ga morgen een intentieovereenkomst tekenen... met een heel aantal partijen die uh, bezig zijn met uh, jeugd en gezin eigenlijk... Mm -hmm. uh, en wat wij ook graag willen is dat er plekken in de wijk komen, veel meer van hoop noem ik het maar even. Dat klinkt een beetje idealistisch, maar ik geloof erin dat je als overheid niet alleen in het stadhuis kan zitten of in het stadskantoor, maar dat je ook in de plekken in de wijk moet zijn waar kinderen ouders vanzelf komen. En dus hebben wij samen met de GGD, met de kinderopvang, met allemaal organisaties, wijkwerk, allemaal organisaties die bezig zijn met. De wijk en met gezinnen. Mm -hmm. Zegt laten we dan een plek kiezen. In dit geval het Naje Terpoes. Waar we met elkaar uh, gaan proberen. om samen een soort. Uh, ja, ontmoetingscentrum te maken. Dat is het nu al. Maar dat willen we dan. Uh, ja, aanvullen met al die organisaties. En, en daar, komen, komen daar kunnen uh, ouders met jonge kinderen. Ja. kunnen daar komen. Uh, gewoon als, als een wijkcentrum. voor ontmoeting. Ja. En, en, en daar zit dan toevallig ook iemand. een welzijnswerker. die, uh, nou ja, die kan helpen met. Bepaalde problematiek. Zo moet ja, zeggen. zo moet je het zien. Kijk, je gaat toch uh, sowieso al naar het consultatiebureau hè, als jonge ouder. Dus, uh, nou, wat mooi is het als het ook op die plek zou kunnen. Dat gaan we nu onderzoeken of dat mogelijk is. Uh, je hebt uh, in Oost, heb je ook een school, hè, Lumen, waar, waar ook een consultatiebureau bij in zit. Mm -hmm. Er zitten veel meer te denken aan dat soort. Uh, manieren om dicht bij ouders te komen. Omdat die ouders mij... zelf, minder, zelf minder actief naar dit soort uh, adviezen, adviesgevers toe gaan of zo? Het uh, consultatiebureau, trouwens, is volgens mij gewoon verplicht om naartoe te Zeker, gaan. Zeker. Ja. Maar, um... uh, nou ja, dat wordt in ieder geval heel erg gestimuleerd, inderdaad. En de meeste ouders doen dat ook. Wat uh, onze gedachte is, dat je op dat soort plekken uh, mensen sneller kan helpen. Want kijk, als je op het consultatiebureau komt en je zit zwaar in de shit als gezin. Uh, en je hebt opvoedingsondersteuning nodig of wat dan ook. Mm -hmm. Dan is het hoe mooi is het dan als als we daar kunnen zeggen van ik loop even een deurtje verder en uh, dit is Thea, ik noem maar even wat en die kan je verder helpen. Ja. Kijk dat is een overheid die dichtbij is en dat is wat we graag willen zeker in dit soort gevallen. Maar ik moet wel zeggen kijk dit klinkt nu uh, alsof dit de kern is van dat kansgelijkheidsplan. Het is een onderdeeltje ja. belangrijk onderdeel ook voor mij want ik geloof er heel erg in. Uh, maar het belangrijkste is dat we gewoon extra mensen in de klassen zetten, in de, uh, in de uh, kinderopvanggroepen, in de voorscholen. Uh, dus dat er echt extra pedagogisch medewerkers zijn, bijvoorbeeld in groep 1 en 2. Op die plekken waar kinderen minder kansen hebben. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat we de ontwikkeling uh, van kinderen in groep 1 en 2... meteen al zeg maar, extra goed in kaart brengen, uh, kinderen extra stimuleren. En we investeren heel erg in naschoolse programma's. Dus dat je... Ook na schooltijd uh, in aanraking komt met sport, met cultuur. Ja, ja precies. Dus het gaat, het gaat deels om het, het leren op school. Het gaat, het gaat ook om een stukje opvoeding, zeg maar. Ja. He, gewoon van hoe gaat het achter de. Nou, hoe gaat het in huis eigenlijk? Ja. De, maar ook na schooltijd uh, stukje sport, eigenlijk die hele brede zin ja. dat die kinderen uh, wat meer krijgen, zodat ze uiteindelijk uh, meer kansen hebben. De, de, zo moet ik het zien. Ja, zo is het. Ja. Ja. Kijk, ik en, en, ben zo, even om een voorbeeld te noemen. Hè. Ik weet niet of het heel aansprekend is, want ik denk niet dat heel veel mensen van opera houden. Maar ik kom zelf uit een gezin in Spakenburg. Uh, uh, prima gezin. Maar met cultuur hadden wij niet zoveel. En op de middelbare school ben ik uh, naar balletvoorstellingen geweest en naar operavoorstellingen geweest. En nu ga ik af en toe naar een operavoorstelling. Ja, ik weet het is niet de hobby van iedereen, maar dat had ik nooit gedaan als ik niet op school ja. mee in aanraking was gekomen met dat soort cultuur. Ja. En uh, ik zeg niet dat iedereen naar de opera moet, hè, want uh, die karikature is snel gemaakt lijkt me niet aan, aan, aan te raden, maar uh, het gaat me erom dat je de wereld van kinderen vergroot en dat ze zich kunnen ontwikkelen ja, zoals zij het fijn vinden. Ja. En uh, die kans die moet je ze geven, daar gaat het om. Daarin, in dat hele plan, wordt vooral die eerste jaren die worden altijd genoemd. Hè? Ja. En zelfs nog um, voordat een kind geboren wordt, begint het eigenlijk al. Ja. Min, min negen maanden, zeg maar. Hè? Dat is, nou ja, veel prillen kan het niet. Ja. Uh, was, hoe zit dat? dat? Dat eerste begin, heel belangrijk. Nou ja, uh, ik weet niet uh, of jij zelf ouder bent, maar ik heb drie kinderen. En nee, het is niet. gewoon best wel ingewikkeld als je uh, uh, kinderen krijgt om uh, ja, het wiel uit te vinden. Hey, je moet uh, kinderen opvoeden, uh, je zit midden in de poepluis, uh, je wordt af en toe midden in de nacht wakker. En denk je nee, ik wil nog even slapen. Uh, nou, Sommige uh, uh, gezinnen hebben meer netwerk om hen heen. Hè, mijn moeder die zegt dan van joh, dat hoort erbij, uh, doe niet zo moeilijk. Uh, maar er zijn ook gezinnen die dat netwerk niet om zich heen hebben. die gewoon vastlopen in de opvoeding, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, en dan vind ik het fijn dat we wat extra hulp kunnen bieden aan dat soort gezinnen. ook al in die hele vroege fase. Uh, dus dat doen we met een programma als Kansrijke Start. met uh, uh, opvoedingshulp. met uh, uh, plekken waar je vragen kan stellen als je vastloopt. Het kan soms ook iets heel kleins zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook pas. Uh, een, uh, met Humanitas afgesproken dat er in uh, de wijken vrijwillige buurtgezinnen komen. Als jij in een gezin zit uh, waarin je echt gewoon de pan even overkookt, dan is het fijn als je een beroep kan doen op een gezin dat uh, nou ja, je kinderen even wil opvangen, al is het maar een weekendje. Ja, We zoeken nou. ook naar dat soort oplossingen om. Uh, ja ervoor te zorgen dat uh, niet alleen de overheid wat doet, maar ook vrijwilligers wat kunnen betekenen voor dit soort gezinnen. Ja. En, en ik begrijp dus wel, want we begonnen een beetje met de relatie tussen het besteedbaar inkomen van een gezin en, 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 en mm. hoeveel kansen iemand krijgt. Maar het hangt ook, het is niet alleen maar dat inkomen. Het hangt ook heel erg samen met uh, eigenlijk de nou ja, de, 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 door dat inkomen misschien wel, maar de, de, de mensen en de organisaties met wie je in aanraking komt. Want wij zaten te denken, ja, dan kun je gewoon zorgen dat het besteedbaar inkomen van mensen ja. uh, hoger wordt, toch? Ja. Lasten verlichten, minder Belasting, um, uh, weet ik veel wat allemaal wat je kunt doen. Ja, maar dat doen we ook. Hè? Kijk, ik weet niet, uh, jullie hebben vast ook mijn collega Arjan Kampman, uh, wethouder armoede, uh, wel eens in de studio. Wat die niet allemaal uit de kast trekt, om bijvoorbeeld ja. op het gebied van energiearmoede uh, gezinnen een betere positie te geven. Dat doen we niet alleen, omdat we vinden dat mensen uh, een boterham uh, moeten kunnen kopen, maar ook omdat we weten uh, dat bestaanszekerheid. Dat de, het inkomen van mensen van invloed is. ook weer op hun kinderen. en op de toekomst die hun kinderen hebben. Dus daar doen we wel wat aan. Alleen ja, je kunt niet uh, alleen met het verhogen van het inkomen. die situatie oplossen. Je hebt ook het onderwijs nodig. waar kinderen gestimuleerd worden. om uh, ja, hun wereld te verbreden. Uh, dat is de rol van het onderwijs. En we merken gewoon uit onderzoek. dat dat voor het ene kind makkelijker is om te doen. dan voor het andere kind. En met dit geld kunnen wij ja. ook die kinderen. voor wie het wat minder makkelijk is, een zetje geven. Het is wel. Een project van de lange adem, denk ik. Het is yes. niet iets wat je uh, nou ja, vandaag implementeert ja, en volgend uh, jaar heb je die. Uh, tien jaar had je het al over, wordt er nu uh, eigenlijk toetst van nou, welke dingen helpen wel, wat mm. helpt niet. Uh, wanneer, wat is er een einddoel? Een stip op Hoe, hoe meet je. Uh, nu zijn we kansen gelijk. Ja, nu heb je wel een gevoelig punt te pakken. Want ik heb daar zelf enorm in geworsteld. Uh, mijn ambtenaren die hebben natuurlijk hierover nagedacht, samen met het onderwijs en zo. Die hebben gezegd, laten we dan zeg maar, de sociaal-economische status van de gemiddelde Enschedeer, laten we dat als uitgangspunt nemen. Want dat is waardoor we in die top drie van steden komen waar kinderen de minste kansen hebben. Uh, en ik heb uiteindelijk daar wel ja tegen gezegd, omdat we niet echt een beter meetinstrument hebben, maar tegelijkertijd dat wordt natuurlijk door veel meer beïnvloed dan alleen ons kansengelijkheidsbeleid. Uh, dus uh, het is gewoon best wel moeilijk om echt grip te krijgen op dat resultaat. Ja, ja. Uh, dus we zijn nu ook nog wel verder bezig om uh, met scholen uh, afspraken te maken over uh, hoe gaan we dat verder meten. Uh, maar we hebben gezegd over tien jaar willen we uit die top drie. Uh, dat is toch het doel. Uh, en daar zullen we heel hard aan moeten werken. Niet alleen ik als wethouder onderwijs, kansengelijkheid, jeugdhulp. Maar ook al mijn collega's. En dat is misschien ook wel precies de crux van kansengelijkheid. Dat gaat over veel meer dan alleen onderwijs. Het gaat ook over inkomen, dat gaat ook over gezondheid. Want ja. uh, als je arm bent, blijk je ook uh, veel minder gezond te zijn. Uh, nee, je uit makkelijker zonder dingen, misschien wel. Ja, dat wat je altijd dat je ja, hoort. En je hebt door, kijk, armoede, uh, ik ben zelf een tijdje schuldhulpmaatje geweest uh, een aantal jaren geleden. En, uh, wat mij dat, dat heel erg geleerd heeft. Dat je als je gewoon een goed inkomen hebt. Je eigenlijk je niet kan voorstellen wat er met je gebeurt. Als je echt aan de grond zit. En echt niet weet deze week hoe je het allemaal gaat doen. Uh, daar ben ik altijd heel erg van onder de indruk gebleven. En die les neem ik ook een beetje mee in, in, dit, uh, in dit beleid. Zeg maar je leven kan echt stil komen te vallen. Als je echt zwaar in de armoede zit. Je ja, krijgt er heel veel stress van. Je krijgt er echt stress van. Ja. Ja. Succes! Uh, met, het, uh, met het beleid met uh, de 3 miljoen uh, per jaar. In dit geval voor uh, uh, kansengelijkheid. Om uh, mensen in Enschede uh, ja, de kans te geven op eenzelfde leven. Als iemand die uh, nou ja, het wat beter heeft getroffen. In zijn toevallige wijze, in zijn situatie. Ja, daar gaan we voor. Just... Hou me aan verder, dank je. Dank je wel, Niels. Ja.